Goedemorgen, het is donderdag. Welkom bij mijn nieuwe vlog. De kids zijn net weg. Nu ben ik aan het werk. Ik heb even een snackje voor mezelf gemaakt. Dit zijn aardbeien, frambozen en chocolade bananenbrood. Dat is een probeersotje. Dat is een mix van twee recepten, maar het is best aardig gelukt. Ik wil eigenlijk nog heel even opruimen voordat ik overleg inga, want dat vind ik altijd rustiger. Tenminste, heel even opruimen. Er staat daar bijvoorbeeld was. Welk als het even uit mijn beeld is. Die doos gewoon even dicht doen. Weet je, dat het gewoon even net iets relaxter voelt hier. En dan ga ik overleggen. En dan heb ik volgens mij bijna de hele dag overleg. Dus dat is altijd fijn. Dus dan heb je aan het einde helemaal van die rode oren van je koptelefoon. Ja, dus dat. Morgen gaan de kids ook nog deels naar mijn ouders toe. Wat voor mij wel heel handig is. Want los van dat ik vrijdag altijd een paar uurtjes werk om de rest van de week een beetje in te halen, kan ik dan ook even het huis schoonmaken, want dat moet ook gebeuren nu de hulp er niet is. Dus ja, dat. Verder hebben we vanavond eten met Sven's werk, digitaal. Het is een soort kookwedstrijd, daar heeft Sven dan. En dan daarna gaan we met het gezin eten wat hij gekookt heeft en dan wordt er volgens mij nog een dessert bezorgd. En dan hebben zij volgens mij s'avonds nog een quiz. En morgen hebben we met vrienden van ons gaan we online game night doen. We zijn nog even aan het kijken welk spel. We twijfelen tussen 30 seconds, maar dat heet dan half a minute. Dus ga je dan online te kunnen doen. Of A Ticket to Ride. Maar goed, dat weten we nog niet. Iets in die richting. En dan zaterdag heb ik volgens mij met vriendinnetjes via de house party. Ik heb nog nooit zoveel activiteiten gehad, jongen. En Sven heeft tegenwoordig elke zaterdag gaan pokeren met zijn vrienden. Gewoon ook via houseparty. Weet ik veel dus hoe ze dat allemaal doen. Met ook nog iemand die dan DJ't ondertussen. Zeg maar, hebben ze om zijn beurt zijn ze ook DJ met Spotify. Ik weet allemaal niet. Nou, goed. En dan zondag hebben we nog borrelen met vrienden van ons. Maar ik denk dat dat overdag is. Want ik denk dat dat met hun twee kids ook is. Maar dan ook allemaal natuurlijk digitaal. Dus ja, het is een enorme wereldverandering. Verder hebben we gisteren een groot deel van allemaal boodschappen gekregen. We hebben gelukkig ook het meeste van onszelf. We hebben een aantal dingen die we dus nu moeten kopen. Want ik had Picnic geappt van we hebben alle dingen gekregen die wij niet besteld hebben. En we missen een aantal dingen die we wel besteld hadden. Maar ja, Picnic is daar super goed in. Dus dan krijg je gewoon het geld terug van wat je niet hebt gekregen. En dit mag je houden. Maar er zit dus echt gewoon hele mooie flessen olijfolie bij. Maar ja, er zitten ook dingen bij die wij niet eten. Zoals kuppensoep, kip. Brinta. Nou ja, we hadden zelf al bananen besteld. En deze mensen hadden ook twee sets bananen besteld. Dus ik ga nu een deel van de boodschap ook aan mijn ouders meegeven. Want heel veel paprika's, maar dat hebben wij zelf ook besteld. En heel veel bananen. En dat hebben wij zelf ook gezegd, dat gaat naar mijn ouders toe. En Rivella, ja, dat drink ik ook niet. Mijn moeder zei, dat vind ik wel een keertje lekker. Nou, hoppatee. Van alles, zeg maar. Ja. Oh ja, brandbier drinken we eigenlijk ook niet, maar prima, drink ik een keer een brandbiertje. Curry, dat eten we eigenlijk ook nooit, maar weet je, dat gaan we gewoon nog een keertje doen. Het is heel bizar om andermans boodschappen te krijgen, maar ook best wel veel. Want soms zit er wel eens één zakje, maar dit waren echt twee of drie zakken dat je denkt. Maar goed, het wordt voor die andere mensen ook allemaal goed opgelost. Maar nou ja, dus wij hebben wat andere boodschapjes erbij. Maar dat betekent wel dat Sven straks nog naar de winkel moet. Dat is dan weer jammer, maar goed, dat is dan maar even wat het is. Dus ja, nou goed, ik moet nu opschieten, want ik heb over 3 minuten overleg en ik wil heel even dit een beetje aan kant hebben. Dus go, go, go. Nou, ze heeft gekookt voor zijn werk. En de kids hebben haar eigen pasta. En daar is het werk. Wat wil ik doen? Mama, eet. Zo, en nu? Op zo'n moment dat je denkt, zitten ze net lekker te spelen, maar het is bedtijd en ze moeten nog douchen. Dus we moeten dit uit elkaar gaan trekken, maar... Wie is dat? Elsa! Is dat Elsa? Ja. Ze jongens is, weet ze precies wie Elsa is en Olaf. Wat zeg je? Kijk, Elsa. Oh ja, Elsa. En Anna. Kijk, Anna. Ja.
Goedemorgen, volgens mij heb ik nog niet gezegd. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik moest even nadenken. Sven is nu net de kist naar beneden brengen. Ik heb nog even een bakje koffie met mama gedaan. En nou, natuurlijk school gedaan voor Niels. En gewoon gespeeld. En ondertussen heb ik vandaag missie. Ik moet sowieso het huis schoonmaken, hè, want de hulp komt natuurlijk niet. Ik moet nog wat dingen voor mijn werk doen. En ik wil echt eventjes de bezem er doorheen halen. Dus ik ga, voordat ik echt ga schoonmaken, ben ik aan het opruimen. Het resulteert in 2 volle vuilniszakken. Want ik ben mijn kast aan het opruimen. Want ik heb weer een beetje mijn oude lijf terug. En ja, ik hoef niet meer 16 maten in mijn kast te hebben, heb ik bedacht. Dus, en het is niet dat ik nu weinig kleren heb, dat weet ik. Maar dit is dus bij mij. Hier is dus al een hele vuilniszak aan jurkjes uit. Die gewoon echt te groot waren of gewoon echt niet meer mooi. Dat laatste is vooral bij de truien zo. Want ik had allemaal met veel te veel pullen. En, maar ook gewoon veel te wijd. En nog allemaal van echt jaren en jaren. Dus ik heb nu hier mijn kombertjes. Die heb ik vooral natuurlijk naar werk aan. En ik heb hier al mijn trui opgehangen. Dat paste vroeger nooit. Maar nu past dat wel. Vind ik heel fijn. Dan heb ik hier nog trui. Kersttrui. En hier vesten. En hier heb ik zo'n leeg vak. Dat is geweldig. Dus ik ga straks nog even dit doen. En hier heb ik dus heel veel broeken. Maar broeken, daar fluctueer ik wel van in maat. Ik weet niet wat dat is. Dus dat vind ik zonde om dat weg te doen. Dus ik heb zeg maar eigenlijk hier liggen wat ik pas. En dat is dan wel een beetje zomer, winter. Want broeken met gaten ga ik natuurlijk niet in de winter aandoen. In de zomer heb je minder donkere broeken aan. Dus dat wil ik wel even een beetje opruimen. Maar de basis blijft. Dus daar ga ik zo mee verder. En dan natuurlijk ook nog met mijn shirts en zo. Het ziet er ook gewoon niet heel netjes uit. Maar het is ook gewoon ja, qua mate gewoon. Ik heb heel lang natuurlijk, omdat ik 5 jaar geleden zeg maar zwanger was van Niels. En dan 2,5 jaar geleden werd ik zwanger van Elin. Dus zeg maar in die hele periode heb ik dus verschillende maten kleding gehad. Maar daarvoor had ik nog weer een andere maat. En nu heb ik eigenlijk weer de maat van daarvoor. Dus eigenlijk van 5 jaar geleden. 6 jaar geleden. Dus weet je, heel veel dingen van die tussenperiode. En bijvoorbeeld deze jurk, die vind ik nog wel echt fantastisch. Maar die is eigenlijk ook best wel groot geworden. Dus ga ik even kijken of mama hem iets in kan nemen. En heel veel dingen van daarvoor. Dat je ook denkt, ja weet je, dit is gewoon niet meer. Of dat vind ik ook niet meer passen bij mijn leeftijd. Of het is gewoon niet praktisch als moeder zijn. Dan ga je niet echt heel vaak in een, weet ik veel, wit pak lopen of zo. Dan wil ik nog deze tassenberg opschonen. En dan het speelgoed van de kids. Want dat is nu ook 16 leeftijden door elkaar. Dat kan beter. Dus dat zijn mijn opruimmissies. En dan ga ik schoonmaken en nog werken. Dus dat wordt mijn dag. Sven is gewoon aan het werk op zijn mooie staande positie. Met Albert Heijnkrat. Nu kan ik aan de slag. Ik heb het wel heel koud. Maar ik dacht, ik moet toch de hele tijd kleren omwisselen. Dus ik hou het even op een makkelijk outfit. En het laatste stukje. Dat zijn zeg maar onderhemdjes. Bovenhemdjes of zo. Gewoon voor de zomer. T-shirts. Blouses. Driekwart mouwen. En lange mouwen trui. Dat soort dingen. It's a wrap. Het is 12 uur. Dus dat heb ik echt mega snel gedaan. Maar ik had het op de heupen. Ik dacht, ik ga het nu doen. Oké, het is 4 uur. Ik ben echt helemaal kapot. Huis is schoon. Werk is af. Kast opgeruimd. En ik heb ook nog de tassen, jassenkast opgeruimd. Ik moet alleen nog de jassen omwissen. Ik heb van zeg maar de winterjassen liggen daar nu op een stapel. Maar niet meer opbrengen. Straks moet ik nog die vuilniszak al wegbrengen. En het is nu 4 uur. Ben ik klaar. Klaar. Klaar kapot. Ik wil het klapot zeggen. Kapot. Dus nu ga ik even zitten. En dan zo meteen nog die zooi wegbrengen. En dan komen de kids alweer. Dus ik ga nog even 2 tellen van dit weer genieten. Nou, wij zitten klaar voor onze wilde houseparty game night. Goedemorgen, het is zaterdag. Wij gaan nu eventjes wat halen voor die collega van mij, van wie we zo meteen allemaal speelgoed en zo gaan ophalen. Dus even een bloemetje en wat lekkers voor de kids. En dan gaan we die kant op. We hebben echt een bak
speelgoed en kleding opgehaald. Dat wordt een hele hoop werk zo meteen de ruimte voor te maken, maar wel echt mega lief. Dus Niels dacht waar hij als eerste mee wil gaan spelen. Eden heeft ijshoortjes in de hand om ijsjes mee te maken in een zandpak. Dus we krijgen druk vandaag. En de zon begint te schijnen, dus het wordt nu weer lekker weer. Nou, dit dus. Dat is echt immens veel. Het paard. Nou, het is spelen opruimen, spelen opruimen. Ik ben nu... Zo heeft de kids even mee naar buiten genomen. Want... Niels en Eden hebben... Nou, eigenlijk in feite Niels, maar hij is ook straks voor Eden. Hebben een... step gekregen. Dus daar zijn ze even mee naar buiten. En Eden met haar fietsje. Een wietsje, zoals ze zelf zegt. Waarom is de achtergrond scherp in plaats van ik? Dank u. Dus nu ben ik de laatste ding aan het opruimen. Zeg maar, zodat ik ruimte maak in die speelgoed. Zeg maar in die... In die grijze... Deze. Grijze bakken. Daar zit Duplo in. Maar in die witte zit gewoon van alles. Dus ik probeer daar nu... het meeste speelgoed in kwijt te kunnen en dus ook weer oud speelgoed eruit te halen of gewoon even überhaupt speelgoed even te wisselen, zeg maar. Dat probeer ik wel vaker te doen. Maar goed, er zijn ook gewoon dingen waar ze niet meer mee spelen, dus dat doe ik even in een aparte bak. En er zijn ook gewoon dingen die gewoon ranzig. Ik vond bijvoorbeeld stukken kaas ertussen. Je denkt, ieuw, hoe komen die daar? Oké, het waren twee van hele kleine stukjes, hoor, gewoon van die plakjes van kaas, maar toch ranzig, lag daar. Tenminste, ik denk dat het kaas was. Dus ja, het moet gewoon weer eventjes allemaal opgeruimd. Dus dat ben ik druk aan het doen. Dus heel, heel leuk, maar het is ook een hoop werk. Maar ondertussen hebben we net tikkertje gespeeld. Wel heel leuk trouwens, van Kikker. Kikker speelt tikkertje, hebben we net gedaan. We hebben gekleid. Ik heb ook alle klei gesorteerd en een deel gaat al naar mijn ouders. Dus ik heb, we hadden echt heel veel gekregen. Dus ik heb nu deze bakken voor mijn ouders. Er zitten helmen in, een brandweerhelm, want die hebben we al. En dan nog een bouwhelm, want... Dan wil Eden natuurlijk ook een helm op. Ik heb daar wat klei in gedaan. Ze hadden heel veel krijtjes. We hebben al een hele mooie bak krijtjes. Dus ik dacht, dan gaan deze naar mijn ouders sloffen. Want Niels was hier al sloffen, maar dan heeft hij daar ook sloffen. Heel veel dvd's, want we hebben eigenlijk geen dvd-speler meer. Nou, allemaal dat soort dingen. Een puzzel, want hij had er 3, zeg ik dat goed? Ja. 3 gekregen, dus dan gaat er 1 naar mijn ouders. Nou, zo probeer ik het een beetje te verdelen, dat zij ook gewoon... Omdat ze natuurlijk de kids heel veel hebben nu. Dus dat het gewoon een beetje lekker verdeeld is. En daarbij kan ik het ook niet allemaal kwijt. Dus het zwaai vliegen in één klop. Nou, ik ga snel door voordat ze weer terug zijn. Wat is dat? Wauw. Oh ja, dat is goed zo. De ijsbeer, ja. De beer. De beer, ja. Goedemorgen, het is zondag. Mijn vrouw is echt volledig in dat spelletje met die dieren wat ik gisteren liet zien. Dat je dus een... En dan vraagt hij mevrouw, zoek de zebra. Dan gaat ze zebra zoeken. Maar ik vond ook dit spelletje terug in mijn opruimtocht. En die heb ik voor Niels heel lang geleden aan de kant gezet. Maar voor haar is dat nu heel leuk. Moet je de babydieren erbij zoeken. Ze snapt dat meteen. Ze zegt dus nu ook bij dat andere spel. Kent ze nu de woorden hyena, gorilla, zeester. Ze pikt denk ik heel snel op. Dat wordt echt nog een hele uitdaging straks. Maar wel heel leuk om te zien. Nu is het even een filmpje te kijken. We gaan zo even naar mijn ouders om alle spullen te brengen. Ja, daar komt opa al aan, Elin. Ja. Kan je even poepen? Opa. Wij zijn even bij mijn ouders. Ik heb een lekker band, dus we zijn uiteindelijk met de auto gegaan. Ik zal het nog even plakken. Of beter gezegd, Sven. Ik vind zo'n klein portje. Ga hier zitten, ja. Ik heb even mijn nagels gelukt. Ja, gaan we poepen, hè? Maar goed zo. Is niet zo. Dus we gaan... Ja, ben je klaar? Ja, we hebben alle speelgoed gebracht en we gaan nu weer naar huis, want we zijn ja, totaal klaar. Goed spotten. Zo. Ja,
Ze wilde zo graag mijn bekertje spelen. Ik dacht, nou dan maar in de douche. Het meest vijf meteen hebben we de badmat daarna. Goed zo, Niels. Daarnaast neergelegd, zodat als ze op gaat staan, dat ze niet wegbreekt. We hebben net gezellig geborreld met vrienden. Gezellige chaos. En nu... Yes. Oh, er is iemand echt oprecht al 20 minuten aan het inparkeren op een vrij eenvoudige plek met een vrij kleine auto. Maar het is nu gelukt. Zijn is enthousiast. Ja. En ik had het erover dat mijn haar vandaag opvallend fantastisch zit. Ja, man toch was het. Mijn haar is al fantastisch, voor nothing. Maar goed, we gaan zo lekker pizza eten. Dus laat de zinnen. Goedemorgen, het is maandag. Ik heb volgens mij gisteren niet meer zoveel gefilmd. Er gebeurde ook niet zoveel. We hebben gezellig digitaal geborreld met vrienden en hun kids. Wat natuurlijk een grote chaos was. Maar het idee was heel leuk. Verder hebben we niet zoveel spannends meer gedaan. Nu is Sven eventjes met de kids de nieuwe schoolspulletjes halen. Dus elke week krijgen ze nieuwe werkboekjes en opdrachtjes en dat soort dingen. Of tenminste ze, alleen Niels. Maar voorheen moest dat steeds printen. Maar ze hebben nu gewoon een bak voor de school waar je het uit kan pakken. Dus dan hoef je verder niet met iemand in aanraking te komen. Je kan gewoon het even uit de bak pakken. En dat is wel ideaal, want mijn... Iedere keer, mijn printer staat zeg maar daar achter een kastdeur en dan moet ik allemaal uitklappen en zo. En nou, nu hebben ze gewoon, en zijn ze al even naar buiten geweest, dus het is eigenlijk veel idealer. En ik denk ook, daar print ze dubbelzijdig. Mijn printer kan dat wel, maar dat is allemaal ingewikkeld. Dus alle smaken is beter. Ik ben nu aan het werk, zometeen begint de school voor Niels zeg maar. En dan om 9:00 gaan we altijd beginnen. Maar goed, daarvoor probeer ik altijd nog even wat te werken. Een van de grote voordelen, het zijn er niet veel, maar een van de grote voordelen van deze corona-ellende is dat als je ongesteld bent, dat je gewoon heerlijk, heerlijk in een joggingbroek met fluffy socks en een grote trui kan werken. Fantastisch. Dus, tijd van de maand. Dus al enig moment dat het leuk is. Ik zie dat ik een overleg had. Dat nu ineens... Oh, om 11:00, oké. Okay. Ik had gisteravond nog in mijn agenda gekeken. En toen had ik... Het was om 12:00 meer eens te overleg. Maar het is nu om 11:00, nou prima. En dan tot 4:00. Zo fijn. Allemaal online. Goed, hoppatee. Helemaal prima. Ja, dus het is een nieuwe week. Volgens mij is morgen de persconferentie waarin we te horen krijgen wat er zeg maar na de, als jullie dit hebben gezien, als jullie dit zien is het op de meivakantie alweer bijna voorbij, maar wat er na de meivakantie gaat gebeuren, ik ben heel benieuwd. Ik las ook dat de school zeg maar voor de meivakantie geen spullen geeft, maar ik denk ja, voor ons loopt het allemaal door elkaar. Ik ga dat nu niet in de meivakantie ineens dat niet doen. Hij, voor hem zit ook een handig schema, zeg maar. En dan pak ik er wel oude opdrachten bij. Dat maakt dan verder niet uit. Maar ja, wij gaan gewoon door met dit schoolschema ook in de meivakantie. Want ja, kijk, ik kan me voorstellen voor kinderen die nu echt wel gewoon van 9 tot, weet ik veel, 3 of zo les hebben. Dat je gewoon de meivakantie invoert. Maar voor hem is het juist prettig dat hij gewoon, hij heeft om... Van 9 tot 10 zeg maar, hebben wij een lesmomentje. Dan heeft hij fruit. Dan gaat hij komen mijn ouders. Dan gaat hij naar een speeltuin. Dan gaan ze bij mijn ouders even nog thuis spelen. Gaan ze lunchen. Dan gaat Eden naar bed. Dan heeft hij weer een lesmomentje. Dan gaat hij lekker zelf spelen. Dan wordt Eden op een gegeven moment weer wakker. En dan gaan ze lekker samen spelen. En dan hebben ze aan het eind van de dag nog een lesmomentje. En dat is het dan zeg maar. Dan heeft hij heeft gewoon een soort systeempje. Kijk, en voor hem is les, het zijn zeg maar, het zijn enerzijds gewoon letterlijk dingen tellen en een getal erbij zetten bijvoorbeeld, of een bepaalde letter schrijven, of, maar het zijn ook heel veel gewoon knutseldingen of iets van Duplo bouwen. Dus het zijn natuurlijk niet echt, bijvoorbeeld het is niet van leer hoofdstuk 6 uit het geschiedenisboek uit je hoofd, zeg maar. Dus het is wel anders dan, dan kan me voorstellen dat het voor andere kinderen die dus wel echt de hele dag les hebben... Ach, ik moet niezen.
Ah, dat het anders is. Maar goed, lang verhaal kort. De week begint weer. Ik zet er even een bakje thee bij. Mijn ogen begint te tranen. Want ik moet niezen. Ik weet niet waarom. Ik maak me wel elke dag op trouwens. Dat heb ik volgens mij in een andere vlog ook al gezegd. Ik heb gisteren ook even mijn nagels gedaan. Ik vind die lila kleur van Essie echt fantastisch. Go Ginza heet die volgens mij. Maar goed, de week begint weer. Met de picknickvraag van de dag. Hoe start je 's morgens op? Nou. Oké. Thee zag je van gisteravond, maar dat maakt niet uit. Ik hou namelijk van super slappe thee. Dit is Hairstorms, mijn favoriete thee. Wat een redder informatie, Karin. Wat leuk dat je dat geeft allemaal. Oh ja, en ik moet deze stapel winterjas vandaag nog even naar de berging brengen. En inruilen voor de zomerjassen. Ik heb wel echt zoveel lekker opgeruimd dit weekend. Ik ben er helemaal blij mee. Oké, okay. Nou, aan het werk. Hotstikke idee. Aan het werk. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik heb 2 vlogs geleden, volgens mij, 2 vlogs geleden volgens mij gevraagd of jullie het leuk vonden om iets anders te zien in plaats van vlogs. Maar jullie zeiden dat jullie vlogs nog leuk vinden. Dus dan hou het gewoon op vlogs en dan probeer ik er af en toe wat meer in te andere dingen in te verwerken. Bijvoorbeeld de boodschappen zou ik normaal kunnen doen, maar het is echt een crime om het op zaterdag te krijgen. Dus soms komt het vanavond, maandag. Meestal proberen wij het op zaterdag, maar ik heb het ook een keer op woensdag gehad. Dus dat wordt wat lastiger, maar ik ga proberen gewoon wat leuke dingetjes erin te doen. Heb je inspiratie, input, laat het me vooral weten. Super bedankt voor het kijken. Doeg!